Ik heb meneer Hugo Blanker gevraagd. Maar Blankie, het leek alsof wanneer er acties gevoerd worden, alsof dingen op een gegeven moment als een nachtkaars uitgaan. Actie. Isabi. Mofina. Vallemaneng. Mikareo. Wisa Stree. Hier in de studio. Met Blanker in die hoek daar. Ik weet nog. Bababababababab. Daarna hoor je gewoon silence. Stilte. En je vraagt je inderdaad af, maar wat is er aan de hand? Dus mijn actie, meneer Hugo Blanker. Blankie, je bent een strijder, jong. Je bent een fighter, jong. Je bent een pitbull, jong. Je bent een massa sabbaveld, jong. Isabi. Je zou maar zijn pomp op zo jong. Je zou maar zijn give up zo jong. Je lek leider voor kol. Samsa nangau. Samsa. Wat is er terecht gekomen? Isabi. Van Wisa Street. Wat is er eigenlijk aan de hand? Dat het erop lijkt. Alsof het licht eigenlijk uit is. Met de mensen. Dus als u bedoelt, zoals u het in uw inleiding zei, dat de mensen van Wisa Stree zich dat afvragen, dan moet ik u zeggen dat ik stel me voor, zo voordat u mij benadert als voorzitter van de call bij wie syndicaat Wisa Stree is aangesloten en dat u mij daarom die vraag stelt, ja. Dan moet ik u zeggen dat dat mensen zijn, als de vraag zo gesteld wordt, dat mensen zijn die jammer genoeg waarmee we niet ingeslaagd zijn om de mensen de quintessens van die strijd doet uit te leggen. Het gaat erom dat mensen al op straat waren, weet u. De mensen, u heeft net, we hebben buiten de uitzending even gesproken over de minister Bronte van Binnenlandse Zaken, die mensen schrik aanjaagt. De mensen zouden al, het geluid kwam al dat de mensen onbevoegd waren, dat de mensen onwettig verzuim hadden, dat soort dingen. Men erkende de organisatie niet. Daar is het mee, op dat punt was men. We zijn uitgemaakt voor terroristen, dat weet u. Ja? En om te voorkomen dat de mensen, dat we de regering het makkelijk maakten door de mensen broederloos te maken, hebben we ze in het call-verband opgevangen. Call-ABO-verband opgevangen. Dat is niet het zomaar strijd. Daar zowel de mensen die u belden, want u zegt mensen bellen u, dat antwoord dat u die mensen kan geven is: we hebben iets opgevangen. Toen zij op een gegeven moment uit enthousiasme, uit wanhoop in de strijd waren en zijn opgevangen door de kok. Ja, en wat is er daarna gebeurd? En daar begon het. Het is begonnen met de president die de mensen heeft belazerd. En eigenlijk verwacht je, je mag geen kritiek hebben op de pers, want als je kritiek hebt, ben je getekend voor het leven. Ik zal dat risico maar nemen. De pers was er getuige van dat de president de mensen beloofd had 5000 en oligarta. Mm-hmm. Ja, maar hij heeft ze verwezen naar de clusterministers. De clusters die hebben verwezen naar onderwijs. Zonder onderwijsbevoegdheden te geven. Toen begonnen de andere bonden de mensen te tackelen. En andere bestuursleden, andere besturen, onderwijsbesturen, onderwijswerkgevers begonnen de mensen te tackelen en te bedreigen. Toen zijn we ingekomen als call, dat heb ik eerder gezegd. Mm. We hebben toen via ABO de mensen opgevangen. En we hebben door interventie, we hebben door interventie van via interventie, of nee, we hebben de bemiddelaar ingeroepen, de voorzitter van DNA. Die heeft geholpen, heeft geadviseerd, en we hebben de zaak geneutraliseerd vanaf onderwijs weer, toen er een nieuwe minister was. Die nieuwe minister heeft gezegd, ik praat over alle dingen heb ik bevoegdheden, maar ik heb geen bevoegdheid om met jullie te praten, of om te praten over die 5000, en over die oligarta, en over meeste voorzieningen, daar heb ik geen bevoegdheden over. We zijn terugverwezen naar de president. Wat we heel fijn vonden, omdat we wisten dat die minister niet die bevoegdheid had om over
die materiële dingen te praten. Dus hij had gelijk. Hij had gelijk om ons te verwijzen. Mm-hmm, okay. 100%. Okay. Als we hem leuk vinden of niet, maar hij had gelijk. Hij heeft zijn beperkingen. We zijn geweest naar de afvaardiging van de president. Let wel, we zeggen niet, we zijn geweest naar de clusterministers. We zijn gestuurd naar de afvaardiging van de president onder leiding. De president heeft hem aangesteld in ons bijzijn onder leiding van de minister van Arbeid, de heer McAndrew. Duidelijk niet te verwarren met de clusterministers. Ja. En die afvaardiging, die in die setting is ons gezegd dat men dat zou... Wij hadden toen aan de minister van Onderwijs gezegd, van minister, wij verzoeken u om uw standpunt in deze door te kanaliseren naar de president, dat u uw beperkingen heeft. Mm-hmm. Dus toen we aan tafel kwamen met de afvaardiging van de president, toen heeft hij gezegd dat ze nog niet informatie van de onderwijs hadden. En dat ze dus die informatie de volgende dinsdag zouden geven. En die dinsdag is het dus bijna 4, 5 weken geleden. Dus mensen... Dus jullie zijn wachtende. Ja, ik begrijp dat u in tijdnood zit en dat u daar naartoe wil gaan. Inderdaad, wij zijn niet zonder meer wachtende. We zijn bezig om een case op te bouwen. Oké. Okay. Ja, en daarvoor is nodig Asamus Lippi, en hoe vindt dat Assad in Lippi binnen? Of today, ik heb begrepen dat men een rustige kitty-kotty wil vieren. Mm-hmm. Heeft u dat ook begrepen? Nou, ik weet niet. Ik ben niet zo feestbewust, dus... Ja, oké, okay, of wil gedenken. Nou, maar in elk geval, we zoeken daar het juiste moment. Want kijk op dat, meneer Limburg, ik weet als u ons zou willen begrijpen, en uw luisteraars, op het moment dat men die 2500 in de ring gegooid heeft, had niemand tijd voor echte strijd meer. Maar intussen moet ik ook baag. Ja, maar daar had dus je moet naar dat punt gaan. Daar heb ik zelf ook voor gewaarschuwd, hè, want die 2500... Geloof me, na 3 weken is het geen waarde meer. Nou, u praat over 3 weken. U praat over 3 weken. Ik daag u uit, meneer Limburg. Met uw gewone salaris, inkomen, dat je op de bank hebt. En wanneer de automatische aftrekking hebt van de nutsbedrijven, daag ik u uit, ga kijken wat je daar overhoudt. Nu, vandaag de dag. Mm-hmm. Ja, is, dus daarom dat de call, daarom dat men de call, men ervaart de call als een pain in the ass, omdat wij zeggen geld alleen is niets. Je moet ook de besteding van het geld, de prijsbeheersing, die twee dingen gaan samen. Maar we slapen niet. Neemt u dat van, we hebben inderdaad slapeloze nachten, maar we slapen niet. Maar het is wel bedroevend als u tegen me zegt van, die de man is af 2500. Is iedereen een beetje gaan luwen, gaan slapen, lekker gesust en was men niet meer strijdvaardig. Had u ze niet moeten voorbereiden als Oroevakbondsman op strategieën die toegepast worden om acties te breken? Nou, moet u luisteren, meneer Limburg. Ik ben inderdaad vakbondsman. U zegt Oroevakbondsman, we hebben problemen aan dat. Juist daarom Oussabi, tak ik wou gezin, Angri Ekira gezin. Ik bedoel ervaren vakbondsman. Ja, oké, okay, dat Robby. Mm. Ik heb het ook als zodanig aangevoerd. Daarom ik juist in Oussabi, tak ik Angri Ekira gezin. Dat is geen demand, dan een money. Dan ben je onverantwoordelijk. Dan noem je mij terrorist, maar dan ben jij een misleider. Dan ben jij manipulator. Want de mensen zijn niet op straat gekomen of voor de grap. De mensen op straat komen, omdat dit bepaald is, maar moet je gaan rocken. Ja, 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 ja. En dan kan je inderdaad dat gebaar maken, maar dan moet je dus ook iets doen. In plaats daarvan, je bent olieprijs op, je bent benzineprijs op. Alassad, ik wou gewoon 500 kola straat in de zaak om in je vetbaka. Dat je moet kwaad zijn, abi, aan een dorotje zo af plastic zakka. Dus eigenlijk, de man, teka moet je baka. Maar moeilijk dat hij. Die mannen en ze nog nota bene, uw vakbondsleider van een factuur die komt zeggen van, president, noem je de man. Dat was dat hij de man naar 1-2 mijn plei. Zo man nog aan op tikken.
Mega man bi poti am money fufu sa ex-slick minister ex-minister. Mega pot dat ja hier me pot dat ik kas. Mega bi dat die. Maar daar hou aan voorbij wat dat gaan ze nooit doen. Dus het punt is, we weten dat dit soort dingen terug gaan koppelen. Wanneer de regering denkt dat ze die mensen omkoopt, dat ze die mensen pakt, dat geld is van hun. Maar de regering moet beleid voeren. En de regering moet iets doen aan de prijzen. Nu hoor ik dat stroomprijs op. Ja, en nogmaals, wij zijn niet uit, wij zijn niet klaar. De call in elk geval niet. Ja, maar ik begrijp het als u zegt de call niet en u bent niet bevoegd of u bent niet de man die namens anderen moet praten. Maar het lijkt wel, ik ga je zeggen, alsof die totale vakbeweging wel klaar is. Met uitzondering natuurlijk van jullie, want je hoort gewoon niemand, Jean. Nou, remember, ik ben bij u geweest. 2 keer heb ik het erover gehad. Je bent in onderhandeling, vakbeweging, inclusief call met de regering. Er worden tjoetjes gepleegd voor jou. Je probeert te koepen. En men luistert naar je. Voor in de plenaire zeg je van luister, moeten we dus geen standpunt innemen. Iedereen daar met uitzending van 7 uur zegt, ja, wij nemen het standpunt. En ik zeg, moeten we niet terug van de naar ons achterlag? Nee, dat hoeft niet. Dus we vechten een eenzame strijd. En ik moet u zeggen, ik ben er trots op. Want nu weten we vechten op eigen kracht. En de regering die merkt het wel. Die merkt het wel, alleen dat inderdaad, zoals u zei, van moet je de mensen niet zeggen dat ze niet moeten haasten, Inderdaad, de mensen die hebben geloof gehad in de president. De mensen hebben geloof gehad in de regering. Maar nu zien ze zelf wel dat die regering onbetrouwbaar is. Ja. En dan komt die hippie op ons. Niet makkelijk. Ja, eigenlijk hebben we inderdaad iets aangegeven, wat tijdje in dat systeem. Maar ik moet u zeggen, alle voorgaande regeringen, het woord van de president is het woord van de president. Ja. Maar nu weet je niet wat het woord van de president waard is. Je hebt een man daar die denkt dat iedereen bang van hem is. Hij loopt maar te schreeuwen mensen terroristen te noemen, terwijl hij de grote manipulator is en niemand treedt op tegen hem. Ja? En zolang je dat niet doet, ga je in feite het geloof van je eigen volk ben je kwijt. En het probleem is niet zozeer dat jij het kwijt bent als president, maar de mensen vertrouwen ook de andere leiders niet. En dat is erg. Nou, rest mij dan om jullie veel succes toe te wensen. Hoor. U zegt het is een eenzame strijd. Opmerkelijk zegt u, maar ik ben er trots op. Maar ja. Ja, we vechten op. En ik hoop dat de mensen die u appen enzovoort, dat ze nu die overtuiging hebben. Weliswaar worden intern wel doorgegeven aan zo, hoor, dat we bezig zijn. Mevrouw Meredith belt ze constant om wingberichten door te geven. Van hoor iets bang. Maar sommige mensen zijn niet in dat systeem. Andere mensen hitsen ze op. En ik lees vanmorgen toevallig bij Dagblad of bij Star News. Lees ik dat Piqué inderdaad zegt dat zijn actie gekoopt werd. Wie weet is hetzelfde wat men gedaan heeft bij Piqué. Dat het met hetzelfde ook doen met ons. Door in onze achterban de ontevredenheid te brengen. Zodat men verdeelheers kan toepassen en daarvan kan genieten. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan. Ja. Ik ben in elk geval blij dat we de kans krijgen. Zodat de samenleving weet hoe de regering omgaat met werknemers. Ik bedoel geen Piqué, ik bedoel Paquito. Ja, oké, ik kan wel. Neem me niet kwalijk. Ja. Neem me niet kwalijk. Hoe ziet u de verdere gang van deze regering tot aan de verkiezingen? Ik hoop dat die regering begrijpt dat ze een verkiezing moet winnen. En als u zegt dat aan de verkiezingen, met dit tempo geloof ik dat die regering hetzelfde lot ondergaat als de PNP, jaren 70. Ja, die combinatie is behoorlijk afgewezen, hoor. De PNP had op een gegeven moment bijna 10 zetels en ze zijn teruggevallen op een verhouding van 39 en ze zijn teruggevallen tot 4. Ja, maar ja, eerst moet je natuurlijk je verkiezingsstructuur op orde brengen. Heeft de vakbeweging... Gaat u gang. Nee, dus ongeacht de structuren, het gaat om... De massa, het aantal zetels dat in elk geval deze regering kan krijgen, is onder aanvoering van de VAP, is 4.
Ik weet niet wat de AMOP, AMOP heeft nou 10. Ik denk ook niet dat de AMOP weer zoveel zetels kan krijgen als ze nu heeft. Als u mij dat vraagt, als burger, als nationalist, als iemand die een visie heeft op de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, verwikkelingen, dan is dat het wat ik daarop zeg. Maar houden jullie hier van de vakbeweging hier ook bezig met de kiesregeling? Studeren jullie ook daarop? U zegt jullie van de vakbeweging, ik neem aan dat u de call isoleert. Om u eerlijk te zeggen, het kan mij niet schelen. Het kan mij niet schelen. Wat wij doen is de onze leden overtuigen van de dingen die we hebben. En we proberen ze te overtuigen om te kiezen voor die partijen die bewezen hebben. Of waarvan kan worden aangenomen dat zij opkomen voor de vertrekpunten van de vakbeweging. Van de vakbeweging, van ons dus als vakbeweging, als onderdeel van de vakbeweging. Abon, goed, dan hebben we dat genoteerd. Is er nog iets wat je zou willen meegeven aan onze luisteraars? Ja, dus ik wil me haast het onderscheid te maken dat wat wij zeggen, dat staat in onze motie van 2020, november 2020. En de RF-actie staat niet achter de inhouden van die motie, dat moet wel duidelijk zijn. Nou, ik weet niet wat ik anders zou moeten zeggen, behalve dan dat we voorbereid moeten zijn dat we gaan moeten strijden voor alles waar we aanspraak op maken. En ik heb begrepen dat onder dat u voorstander bent van de Mennonieten. Ik zou zeggen, als u ons uitlegt wat dat ding is, dan kunnen we kijken waar we achter staan. Want we zeggen niet bijvoorbeeld nee, maar u moet me eerst uitleggen wat u daarmee bedoelt. Nou, ik heb dat niet gezegd hoor. Ik heb me ook niet verdiept in die materie. Oké. En ook op nee, dat maar, stuk... Nee, maar dat ding werkt niet. Ook op dat stuk kreeg de regering een rode kaart, omdat ze heel sumier hebben aangegeven wat de bedoeling is, de president in de Nationale Assemblée. Maar je hebt weinig ruimte om te discussiëren, om vragen te stellen, om meer te weten te komen. Dus het wordt even gedropt onder de beschermende hamer van de voorzitter en daar houdt het op. Kijk, misschien is het een goed ding. Begrijp me goed, meneer Limburg. Mm-hmm. Wij zijn een beetje op leeftijd en je hebt veel meegemaakt, maar je zegt niet bij voorbaat nee. Mm-hmm. Je zegt alleen leg me uit. En dat is het punt. Leg me uit, laat daarover in discussie gaan. Toch? Ja. En dat is voor mij een beetje onvoldoende. Maar goed, meneer Blanker, dankjewel. En Abon, als er wat is, laat ons weten hoe dat verder loopt met de Wisastrie. Nou, u bedoelt die mensen opgegaan in ABO met de geest, met de spirit van Wisastrie. Ja. Abon. Abon, dankjewel. Oké, bye. En dat was, dames en heren, het gesprek met Hugo Blanker van de Col, de confederatie van, daar kan ik niet doorgaan, want ik ken het niet eens meer uit het hoofd, van landsdienaren. Hugo Blanker in deze Bacanatorie.